Een dag van de verbroedering, dat is het idee waar Jack Uden als voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren 2023 naartoe wil werken. Het is een dag waarbij we als natie één vuist maken. Als alles volgens planning verloopt, zal deze dag rond 21 september aanstaande de Internationale Dag van de Vrede plaatsvinden. Uden geeft echter gelijk mee de afgelopen dagen te hebben gezien hoe personen hun dag koesteren als een overlevering van de voorouders. Om dan vast te stellen dat in plaats van aparte dagen in de toekomst alles op één dag wordt gevierd, niet al morgen zal worden gerealiseerd. Uden twijfelt of deze generatie dit voornemen nog kan realiseren. Maar we moeten wel inderdaad die grond voor die nieuwe generatie, die andere, beginnen te effenen. En dan komt dat woord wat net gevallen is, beleid. Dat we daarover gaan nadenken via cultuur, via onderwijs, via op allerlei manieren organisaties die inderdaad zich daarvoor inzetten en inspannen om dat voor te bereiden. Want we zijn echt een heterogene samenleving. Alles gaat door elkaar. De Chinezen, de Hindustanen. Eigenlijk, als we in ons dagelijks leven ernaar kijken, zien we daar geen enkel probleem in. Ik moet met een beetje, ja... Arend moet zeggen, soms werkt de politiek niet echt in het voordeel hiervan. En dat is vaker gezegd, dat komt niet alleen uit mijn mond. We moeten kijken dat onze politiek zodanig wordt bedreven dat je je overal thuis voelt. De taak van de Nationale Commissie Jubileumjaren 2023 is vooral om een ieder bij elkaar te brengen en vooral het vormen van hokjes moet voorkomen. Overigens is Uden het ermee eens dat we geen geld moeten uitgeven aan feesten, maar wel aan deze ontwikkeling. Dit is iets anders. Het is niet gewoon feesten. Dit is een kwestie, ik zeg net, feesten zit er ook in. Ja. Maar dit is een kwestie waarbij we herdenken en in die herdenking... Absoluut moeten we dat feestelijke erbij hebben, want die goede God heeft ons die mogelijkheid geboden. Die heeft de voorouders van ons zo ver gekregen dat die hebben over kunnen dragen. Ja, dat is feesten. Maar als iemand zou zeggen, moet ik geld geven om te feesten, dan zeg ik nee, we gaan herdenken. En in die herdenking zit het feesten. Bovendien is dit niet alleen en uitsluitend voor die herdenkingsdag. Integendeel, er zijn een aantal andere projecten die op dit ogenblik draaiende zijn. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld die Legacy of Slavery en Indentured Labor, waar op de universiteit, waar het is een internationale conventie, een aantal mensen in het, ook dat is in het kader, ook voor het bedrag dat is gegeven voor die herdenking, zit ook dat erin. Voor de rest van het jaar zijn er nog 3 kroonjaren, met name de afschaffing van de slavernij en de Portugese en Chinese immigratie. Daarnaast houdt de commissie zich ook bezig met de overige immigraties, ondanks het daar niet gaat om jubileumjaren. Het volledige gesprek met Jack Uden ziet u morgen in ons programma In Gesprek Met,